Ramis, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd tegen FC Twente? Ja, te weinig van onze kant. Je weet van tevoren als je hier naartoe komt wat er op je te wachten staat. Zijn we niet goed mee omgegaan. Komen dan op achterstand en dan loop je achter de feiten aan de rest van de wedstrijd. Wat maakt het zo'n lastige wedstrijd vandaag voor jullie? Nou, ik denk dat we het vooral onszelf lastig hebben gemaakt. Want je weet hoe ze hier spelen, hoe ze gaan beginnen. Veel druk. Tweede ballen proberen ze te winnen. Ja, en denk ik vooral in die fase, in de eerste 25 minuten, zijn zij daar gewoon beter in geweest. En dan, wat ik zei, dan komen ze op voorsprong. En dan worden de ruimtes soms nog kleiner. Dan gaan ze ook weer wat meer terug. Dat was ook wel doordat wij ze wat meer terugduwden. En dan was het te vaak te slordig of een verkeerde aanname. En kwamen we tot heel weinig kansen. Is daar iets verklaringen voor dat het soms zo slordig is? Hè? Dat inderdaad de passes niet aankwamen of dat het vaak te slordig was? Ja, het is altijd heel moeilijk om daar een verklaring voor te vinden. Maar wat wel gewoon duidelijk was, wat ik zeg, het was gewoon niet goed genoeg als je zo begint. En daar moeten we van leren. We moeten zorgen dat dit de rest van het seizoen niet meer voorkomt. Ja, op een gegeven moment, halverwege de eerste helft, roept de trainer ook iedereen naar de zijkant toe, hè, bij een blessurebehandeling. Wat gebeurt er op zo'n moment? Ja, daar probeer je wat aan te passen. Wat tips te geven hoe we de restant van de eerste helft nog beter kunnen doen. Maar nogmaals, de uitvoering op het veld was gewoon niet goed genoeg. Er was ook best wel veel irritatie, hè, in het veld. Was dat iets waardoor je je als Feyenoord zijnde dan mee laat slepen in het spel van Twente? Ja, nee. Ik denk dat er altijd wel wat emotie is als een scheids een beslissing maakt die in jouw ogen de andere kant op moet. Maar je weet gewoon dat het zo'n wedstrijd wordt. Soms moet je ook gewoon je mond open doen natuurlijk. Je kan het niet allemaal over je heen laten lopen. Maar ik denk dat het verschil is gemaakt op het veld met het voetbal zelf. Wat ik zeg, waar te slordig en in het begin niet fel genoeg. Het gat met PSV kan vandaag nog verder oplopen, naar 7 punten ook. Oplopen PSV, hoe zie jij dat? Is dat iets wat je zorgen baart? Nee, we zijn met onszelf bezig. We kijken naar onszelf. We willen elke dag beter worden, elke week weer. En daar is deze week hadden we eerst een hele mooie wedstrijd en nu hebben we daar een dipje in gekregen. We moeten herpakken, moeten we van leren. Wat ik al zei, dit mag dit seizoen niet meer gebeuren. Maar antwoord op je vraag, we zijn met onszelf bezig en er zijn nog genoeg wedstrijden. En aan het einde van de rit kijken we wel wat het verschil is. Hoe lastig is het ook na zo'n geweldige doordeweekse wedstrijd in de Champions League om vandaag dan weer de knop om te zetten naar de competitie? Is dat nog lastig? Of? Nee, als ik voor mezelf spreek niet. Ik vind ook niet dat dat een excuus mag zijn. Iedereen traint de hele week om uiteindelijk een wedstrijd te spelen. Dus is het de leukste dag van de week. Dus dat is zeker geen excuus. Niet de terugkomst waar je op had gehoopt hier? Nee, zeker niet.